Voor de knols van de crème hebben we een knolselder geschild. Dan gaan we die dan in blokken snijden en dan een puree van maken. We zetten die op gewoon in water met wat zout. En dan verder met de eiercrème. We hebben de ajuinen met de look al aangezet. Nu doen we de chilipeper erbij. Een beetje bijkruiden, zout en wat peper. Dan hebben we de Lindemans geusblossem, vlierbloesem. Die gaan we de ajuinen mee afblussen. Voor de crème en kaas zetten we een 3 deciliter melk op. Dan voegen we dan een 3 gram kappa aan toe. Kappa is een bindmiddel. Dan gaan we 200 gram schapenkaas fijn snijden en er ook aan toevoegen. En dan kijken we dat de kaas volledig gesmolten is. Stoppen we dat uit in een plaatje en laten we volledig opstijven in de koeling. Kijk dat die goed glad is, dat er geen klontertjes meer in zitten. Dan gaan we de puree op een bakplaat met een bakpapiertje dun uitsmeren. Dat mag in de oven gedroogd worden op 120 graden gedurende een 40-tal minuten. Dan gaan we nu eerst doordraaien tot een gel. Die crème die gaan we in een spuitdak doen en dan nat koud worden in de koelkast. Voor de tomaatjes marineren gaan we een marinade maken op basis van de vlierbloesemgeuze van Lindemans. Die gaan we mengen met appelazijn en dan bierazijn. We voegen er aromaten aan toe, zoals laurier, tijm en wat rozemarijn. Dan gaan we een klein beetje suiker aan toevoegen. En dan gaan we marinade in een kommetje gieten en dan laten we dan de tomaatjes er marineren. Dan gaan we de crème van schapenkaas uit de frigo halen, die is opgesteven, en afdraaien. Dan doen we nu een spuitzak, dan kunnen we er zelfs mooie punten van spuiten. Dan zullen ondertussen de krokantjes ook klaar zijn in de oven. We hebben alle ingrediënten klaar voor het gerecht te dresseren. Spuiten we 3 mooie doppen kaascrème. Daarnaast 1 mooie dot van onze uiencrème. Het tomaatje laten we even uitlekken op een handdoek. Dat we geen vocht in zo'n kommetje krijgen. Dan 2 mooie stukken van ons krokantje. Dan gaan we het geel afwerken met wat verse kruiden en wat bloemetjes. Voilà, dat is het gerechtje. En we hebben nu toch de fles open, dus we kunnen er ook even goed een glaasje bij drinken.